Ja, heerlijk. Het was een raar seizoen. Je komt binnen bij, of je maakt een overstap waarop je twijfelt. Je speelt al lang met een paar gasten. Je gaat een nieuwe stap maken in je carrière. En ongelukkig natuurlijk met die voorste kruisbandblessure. Vervolgens moet je bij een nieuw team, nieuwe club een half jaar van de bank toekijken. En dat was wel moeilijk. En dan het tweede seizoenshelft kom je erbij en dus kleine stapjes terugvechten. En de laatste maand, anderhalve maand, zou je gewoon lekker te spelen. En dan is dit wel de ultieme climax natuurlijk. Ja, maar ook nog even scoren in de finale. Ja, heerlijk. Ja, je weet dat je er staat, dan heb je kans om hem te maken. Dus wel heel lekker, ja. Wat ging er door je heen op het moment dat hij erin ging? Was dat voor jou afsluiting van een hele nare periode? Nee, je zit vol in die wedstrijd. Ik ben, het enige waar ik aan dacht was de 2-2. Fuck, nou gaan we door. En nu gaan we door die 3-2. En die beker en die titel die wordt voor ons. Maar jullie kregen het niet cadeau vandaag, hè? Nee. Oranje Zwart die speelde het goed. Het is hier een lastig hokje. En nou, dat blijkt ook wel dat ze dit jaar hier ongeslagen zijn. Dus je moet echt een harde wedstrijd spelen om hier te winnen. Het was niet altijd even goed. Het was af en toe gewoon echt lelijk. Maar vaker mee finales. Precies, finales mogen lelijk zijn. Maar de spanning was er en ik denk wel dat het echt de finale was. Gelukkig zijn wij de winnaar. Gelukkig. Ga ervan genieten.